Het comité slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld bereidt voor haar derde dag van nationale rouw voor. De activiteiten in verband met deze dag worden gehouden op 28 juni in Redidoti. Dit jaar heeft het comité gekozen voor Redidoti omdat ook in dit gebied er politiek geweld heeft plaatsgevonden. Twee keren zijn de activiteiten in Paramaribo georganiseerd. De bedoeling is nu dat elk jaar voor een andere plaats wordt gekozen. Dat zei comitévoorzitter Humphrey Yeru vandaag tijdens een persconferentie in het perscentrum. We hebben onze focus dit jaar een beetje gelegd op de inheemse broeders en zusters van ons. En in dit kader hebben wij ook in dag 31 mei een gesprek gehad met de FITS. Dat is de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname. Om ze te informeren over het idee en hun medewerking te vragen over de organisatie. En we hebben een goed gesprek gehad met de FITS. Het was heel, heel goed. Dus we verwachten, niet anders natuurlijk zijn ze uitgenodigd. En we verwachten dat wij een goede organisatie kunnen hebben op die dag. Yeru zei verder dat het comité nog steeds als doel heeft nationale verzoening te bereiken tussen alle slachtoffers van politiek geweld. Dit jaar ook het pad van verzoening. Het is afgesproken dat wij elk jaar twee keer het pad bewandelen. En we hebben 28 juni aanstaande onze eerste voor dit jaar. En dat zal dus gaan vanuit Fort Zeelandia naar het monument van de gesneuvelde militairen en omgekomen burgers tijdens de Binnenlandse Oorlog. Er zullen kransen worden gelegd en er zullen toespraken worden gehouden, onder andere door de minister van Binnenlandse Zaken en door een vertegenwoordiger van het comité. Deze activiteit vindt dit jaar anders dan de voorgaande jaren. En ook, het heeft ook te maken met die decentralisatie. Vindt dus deze activiteit 's morgens plaats. U krijgt in tijd het programma. Vandaag gaan we ook het programma kort doornemen met u. Maar in ieder geval vindt dit plaats 9 uur 's morgens. En na deze activiteit vertrekken wij naar Redidoti. Humphrey Yeru van het comité slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld. Vandaag tijdens de persconferentie in het perscentrum van het kabinet van de president. Het comité bereidt de derde dag van nationale rouw voor. Deze valt op donderdag 28 juni.